Hallo, in dit filmpje ga ik jullie leren hoe je de basisvormen in SketchUp for Schools kan tekenen. De werkbalk met alle basisbenodigdheden om te tekenen vinden we aan de linkerkant terug. Heel wat basisvormen die we tekenen zitten verscholen, tussen aanhalingstekens, zitten verscholen achter andere symbooltjes. Bijvoorbeeld bij rectangle vinden we ook de cirkel terug, vinden we ook de polygon terug, de veelhoek en vinden we ook de 3D-tekst terug. Stap voor stap ga ik jullie leren hoe we deze gebruiken. Allereerst, om een eenvoudige vorm te tekenen, beginnen we meestal met een rechthoek, rectangle in het Engels. We klikken op een bepaalde plaats en dan kunnen we uitrekken tot het goed is. Onderaan zien we de dimensions verschijnen. We kunnen ook zelf dimensions ingeven. Mijn schabloon staat in millimeter. Alle maten die ik ingeef zullen in millimeter zijn ook. Bijvoorbeeld, ik wil een lengte hebben van 150 mm en ik wil een breedte hebben van 100 mm. Hoe ga ik dat noteren? Ik tik in 150, dat is de lengte, comma 100 is de breedte. Ik druk vervolgens op Enter. En ik heb een rechthoekje getekend met de door mij gekozen afmetingen. Muisknop omhoog rollen, dus naar omhoog scrollen om in te zoomen, naar beneden scrollen om uit te zoomen. Hier onderaan vinden we de Orbit Tool terug. Met de Orbit Tool kunnen we ons werkstuk van alle kanten bekijken. Ook vinden we het handje terug, de Pan Tool. En de Pan Tool, door op de H te drukken van handje, kunnen we die ook direct oproepen. Met de Pan Tool kunnen we onze afbeelding verplaatsen. Onze afbeelding niet verplaatsen, ons scherm verplaatsen. Als ik nu deze vorm wil uitrekken, want dat is de manier waarop we tekenen met SketchUp, dan kan ik hier naar de Push-Pull gaan, of ik druk op mijn toetsenbord op de letter P. Op de letter P, dan zie je mijn muis automatisch veranderen in de Push-Pull. Ik klik, ik beweeg mijn muis naar boven of naar beneden, afhankelijk in welke richting dat je je push-pull wil uitvoeren. En dan kunnen we ook terug onze maat ingeven. Stel dat we 50 mm hoog willen, dan tik ik in 50, enter. Het is niet nodig om met je muis naar dit vak te gaan, daar te klikken, absoluut niet nodig. Je kan gewoon intikken 50, enter. Goed, als ik nu op R klik, dan ga ik ook direct in Rectangle modus zitten. Dus we kunnen ook direct als toetsenbord gebruiken dan dit huidige zijmenu. Persoonlijk heb ik wel een voorkeur om die shortcuts te gebruiken. Je zal veel sneller zijn als je een cirkel wilt tekenen door op de letter C op je toetsenbord te drukken, dan je eerst naar hier moet gaan en dan hier de cirkel selecteren. De R voor rechthoek, de C voor cirkel. Terug een rechthoek tekenen. Ik ga mijn rechthoek nu redelijk vrijwillig tekenen. Ziezo. Met de push-pull kunnen we weer een stuk induwen. En ga zo maar voort, ga zo maar verder. De eenvoudigste manier om dus vormen te tekenen, is door rechthoeken te tekenen en die rechthoeken in te duwen of uit te rekken. We kunnen meer dan rechthoeken tekenen. We kunnen, zoals ik al aangehaald heb, ook cirkels tekenen. De C van cirkel. Merk op, een cirkel gaat de computer nooit tekenen. We tekenen eigenlijk steeds een veelhoek. In dit geval een veelhoek met 24 zijkanten. Ik kan nog altijd meer of minder zijkanten doen. Ctrl plus zal mijn aantal zijkanten vermeerderen. We zien nu 33 zijkanten. En Ctrl-min zal het verminderen. Over het algemeen ga ik toch kiezen om een 48-tal hoeken te hebben. Ik vind dat die cirkels er dan veel vloeiender uitzien. Goed. Merk op, als we een cirkel tekenen, gaan we standaard de straal, in het Engels radius,
We zien ook de rode lijn in dit geval, die van het middenpunt van de cirkel naar een punt op de omtrek gaat, dus de straal, radius in het Engels. Als ik een cirkel wil met een diameter van 50 mm, dan zal die een straal hebben van 25. Enter. Het is niet nodig om de eenheid daarbij te tekenen, erbij te tikken, omdat we in millimeter bezig zijn. Terug, push-pull, en we kunnen ook onze cirkel uittrekken. Als we een cirkel willen tekenen, of beter gezegd een boring hierin willen tekenen, dan gaat dat ook. We kunnen bijvoorbeeld een boring tekenen met een straal van 5 mm. Enter. Met andere woorden, een diameter van 10 mm. Naar de push-pull gaan. Helemaal doorduwen tot wanneer we hier on edge zien. Als ik nu naar de rotate tool, naar de orbit tool ga gaan, dan zie ik dat ik er volledig door zit. Laatste ding in deze les. We kunnen ook lijnen tekenen. Met het potloodje hier gaan we gewoon een lijn tekenen. En u raadt het al, de L op je toetsenbord van lijn of line. Bijvoorbeeld van middelpunt naar middelpunt. Met de push-pull kan ik dan wegduwen en dan heb ik een schuin vlak. Ik kan ook met de vrije hand lijnen tekenen om op deze manier een rechthoek te krijgen. Of ik kan natuurlijk ook lijnen gebruiken om meer complexere vormen dan rechthoeken te tekenen. Merk op, lijnen tekenen is soms moeilijk omdat uw lijn niet altijd in hetzelfde vlak ligt. Let daarom heel goed op. Goed. Misschien toch nog bepaalde zaken vooraleer dat je kan beginnen tekenen. Lijnen wissen of figuren wissen. We hebben hier een gom, een eraser. De E van eraser zal dan ook ervoor zorgen dat we lijnen kunnen uitgommen. Lijnen uitgommen, let daarvoor heel goed op dat je geen fouten maakt in de geometrie zoals we hier hebben. Ik kan ook naar de select tool gaan. Ziezo, de select tool, een vak trekken rondom alles wat ik wil wissen en op deze manier zal ik alles wissen. Ziezo, dit was het ongeveer voor deze les. Hopelijk hebben jullie wat bijgeleerd en kunnen jullie ook beginnen met SketchUp for Schools te gebruiken voor jullie tekeningen te maken. Veel succes iedereen. Als er vragen zijn, dan hoor ik deze graag in de comments. En als je op de hoogte wilt blijven van de verdere filmpjes, abonneer je op dit kanaal.